Yeah, just a little bit. Mm. Tomorrow I think they're going to see some other friends. What was it again? You're going to... You love your photos taken, don't you? Yeah. What's she doing there? Make a cookie. Yeah. Make a photo. Watch her. Ooh. Ooh. Say hello. Christina, you say hello. Hi. 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 To him. Yes, sir. I said, I thought you were supposed to sleep, but he's not for a while. But I said, you haven't even done it. No. Well, you gave it there all the time sick. I said, yeah, that's true. I said, I didn't want to come out. Yeah. Mm-hmm. I said, I was sick all the time. I said, yeah, because you were supposed to stay with you. Stay with you. Do some more dive, boys. Come on. Come on, Jim, go over to Zach. Can you give me jump! A big, huge one. I want to see you dive. You're bump in the air. Do a flip. A flip. Flip. Come on. Mijn mama is ziek, hè?
And the mummy is sick! Yeah. Fall me from the top. I'm a freak. I'm walking again. And that's Jason's house. In Pomona. Outside now. Can play with you outside. Yes, I'm coming outside. But that's Jordy. Slowly. Oh, what do you call that? That's mine. Goes in the back and keeps maybe. Dit is het begin van de tape dan. Dit is Henry's huis. Ik hoop dat het een beetje uitvalt met oog op de schaduw. Ik zal eens kijken of ik een beetje dichterbij. Zo, wij wonen dan boven. Henry woont beneden, wat je dadelijk zal laten zien. Dus, het land gaat tot zover waar je die bomen kan zien, waar de auto's dan eindigen. Dat is de inrijlijn. Dat is dat park wat zo gezegd naast het huis ligt. Er staan nog twee huizen naast Henry ook. Zo, maar daar, zoals je kan zien ook, zijn behoorlijke hoge bomen. En daar zit een hoop vogels in en ook die koekenbars, die lachvogels zo. Dikkels is dat aardig, vooral s'avonds, dat lijkt tegen de avond. Nu 4:30 zo dan, als ze weer naar bed gaan zo gezegd. Ik denk dat je het zo ongeveer hebt gezien. Even daarin. Dat is die veranda boven, waar als het zomer is, dan is het een stuk warmer. Meestal natuurlijk, overal in de wereld.
Maar we zitten hier. Hier kunnen we zomer zitten, want er is een koel windje. En dan 's winters zitten we achter, want daar schijnt de zon. De winterzon. En die is dan lager natuurlijk. En zo is het daar gezellig om koffie te drinken. Enzovoort. Een beetje beter zo, een beetje met de belichting. Nou, dat is dan de voordeur. Dat is wat je daar ziet, is, dat is een raam van Henry's slaapkamer, woonkamer. En dat is de slaapkamer, daar hier. Hier achter deze deur. This is Madeline met een paar van de buurkinderen. Die aan het kaarten. Go. Say hello, Madeline. Hello! Dan. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Very good. Thank you, Madeline. Just stand up for a moment, man. Zo, ze is 7 jaar oud geworden. Wat? Ze is nou 7 jaar oud. Wat? 7. Hoe oud ben je? 7. 7,5. 7,5, nearly 8. Naughty girl. Zo, dan komen we hier in de gang. Onze trap. Je hebt hier helemaal ook natuurlijk. Kom hier boven. Dat is de deur gaat naar links. Hier dat kom je in de woonkamer binnen. Dat is ons nieuwe meubelement dat we gekocht toen we hier kwamen wonen. So, the fan on to keep it cool. Dat is het heimweehoekje. Met de maaszaal op de achtergrond. Nou, dat is een zwaan. Dat hebben we al ongeveer een jaar geleden gekocht, denk ik. Dat is het bruine leven wat we hier hebben. Nou, dan hebben we hier de veranda voor dan. Dan dat is het uitzicht zo opzij. Daar heb je kinderen beneden. Nou, dat is de voortuin. Zo van de top. Natuurlijk. Dat is een beetje het uitzicht zo
wat we over de weg hebben. Mensen zijn net hiervoor in kruster, over de rood zijn ze net in het huis gegaan. Dus zo uit de woonkamer, dat is dan de keuken. Eet in de keuken ook. Dat is Suze, die zijn op visite. Suze en Henk. En dat is dan keuken. Dan gaan we hier uit de keuken door. Achter. Dan hebben we hier weer dezelfde veranderd dan, dezelfde lengte achter het huis. En meestal dan, wat ik al zei, 's ochtends dan drinken we hier koffies naast een kool. Nou, dat is de caravan, die staat achter. Achter het huis dan. Hebben we even opgezet. Dan krijgen we hier de achtertuin. Met de lijn voor de wasinglijn. Garage is achter het huis. Dubbele garage. En dan is dat uitzicht wat we hebben. Wat je die boom op de achtergrond wat je ziet, dat is een speciale area dat afgezet is dan voor vogels. Daar zit de hoofd van die heet je die dingen nou ja, ze noemen ze hier bats. Dat zijn grote vleermuizen, dat is wat het is. Grote vleermuizen. En die samen, dan zie je ze eruit komen en dan gaan ze kijken voor voedsel. En dan zitten er wel duizenden, denk ik, want dat is zoveel wat eruit komen. Nou, dat is dan boom. Hoge boom, ik kan de top niet zien. En dan hier ook opzij een andere. Nou, dat is dan de huizen die erachter staan enzovoort. En dan hebben we hier trap naar beneden achter gaan. Dus we kunnen achter ook van achter veranderen naar beneden. En dat is de hond. Daar is hij. Dat is Rover. Je ziet hem. Hij werkt. Die heb ik ook goed naar zijn zin, want het is hier natuurlijk heel jaar warm. Dus hij heeft geen kou te lijden meer. Dus, zijn hokje staat boven, op de achterveranda. Dus dat daar. En die slaapt hij 's nachts. Zo, dat is het keukenraam, badkamerraam en dan de achterslaapkamer. Dan gaan we even naar binnen nog. Zo, dus dat is de. Zo, we komen nou uit de keuken, dan gaan we linksaf en dan hebben we hier de gang. Klaar even een tukkie te doen. Als ze dat ziet, dan zegt ze: wat? Ik zal even
verwachten dat ze... Zo, oh, wat hebben we daar nou? Nee toch? Zijn Susan heen beneden? Nee. Waar zijn Susan heen? Nou, tea is ready, Mick. Cup of tea. Zo, dat is de slaapkamer voor ons. En, hier hebben we een, wat ze noemen een... Kast een keer dan, laat maar zeggen. Nou, dan je kleren natuurlijk. En dan kun je inlopen. Een grote ruimte en een beetje rommel op de plank. Zo. Nou, dan gaan we daar vandaan, gaan we over de slaapkamer weer uit. En dan weer de badkamer. Zo. Zo, we kunnen in bad. En dan hebben we hier de douche. Natuurlijk. Nou, een paar dingetjes aan de deur hangen. Dat is mijn boot. En wachten dat hij een beetje groeit. Ongeveer 6 meter. En dan kan ik hem meenemen hier op de baai. Zo, dus dan weer de achterslaapkamer. Dus als er een van jullie komt, dan kun je hier slapen. Hier slapen in deze kamer. Zo, dus dan heb ik een beetje gezien. Zo, hier vandaan kijken we dan door de gang en dan in de woonkamer. Hier nog even in de woonkamer kijken, misschien beter hier vandaan kan ik een beetje meer afstand krijgen. Misschien een klein beetje beter idee van lengte en zo enzovoort. Nu even een klein stukje uit de keuken. Ja, want dat is het zicht uit de keuken en nou, zo. Ja. De vaten doet dus gelijk een beetje, hoe heet het, een beetje entertainment. Mick is in de tussentijd wakker geworden. Oh ja, wat leuk hè. Mick is wakker geworden. De haar zit nog een beetje door de wal. Oh, shut up, Koos. Ja, maar het is 33 graden. Ja. Het is 33. Ik moet zeggen, Mieke die is net. Dus erbij zeggen, het is 33 graden. Ja. Het was een beetje warm. Ja. Beetje vermoeiend al dat. Al dat hete weer. Al dat praten en koffie drinken. Ja, dat zijn. Dat is dan het einde van de veranda. Hey Madeline. Madeline, are there my buckets? Een paar plantjes voor de deur natuurlijk. Are they oma's buckets? Zo. Even een stukje cake eten met een kopje thee. Het is ongeveer kwart over vier. Een beetje te vlug. En met ons hondje lekker op de veranda. Waar is die hond? Hier loopt die. Hier boven. Ah ja. Die hond die ook een buitenland natuurlijk. Een stukje cake. Ja, een stukje cake. Met een ja. Dit is best hier. Hij geeft hem alleen een stukje cake omdat hij op de video staat denk ik. Je zien? Nee. Nou, wat doe je cross met een vis en een krab? Een vis en een krab? Wat doe je cross? Wat, Jerry? Ja.
I crab, a fish. Okay. And last one is. I'll just send you the dishwasher. Now I'll spend all these. Okay, nothing more to master. And the last one. What do you cross with a banana and a cat? With a car and a tree. Beats me. I don't know. What do you cross with a car and a tree? What, Jared? I don't know. You don't know, but you wrote the joke. I think it is the car tree. Yes. Oh, okay. Oh, I know. He's like a fiddle. Don't be silly. Turn this way. Turn this way. Jared! Now he's showing. We want to see your face, Jared. I'll enter the dishwasher. Now I think we should see yourself on the video. Oh, I'm done! Oh, Gypsy, Tattoo! Oh, he's done! The mom's not happy. Happy. I'll get my dressage prize. I'll get. Oh, never mind. Can I return?
still. That little fire. Is that a train vehicle?
Well, that's inside of the thing. I've got a cup here. That's beautiful. Naar boven en naar beneden. Wat? Thank you.
denk niet dat je die al had gezien. We hebben hem al ongeveer 3 jaar nou. Dan gingen we eerst altijd mee naar Queensland dan. En nu wonen we hier natuurlijk, dus nu weten we niet wat we gaan doen. Dan geef je een beetje een idee hoe dat eruit zag. En dan ook hebben we hier dan natuurlijk het huis achter gedaan.